Hallo graad 10, hier is jou dag 23 kwadratische vergelykings. Jy moet jou notas oop hê. Hierdie voorbeelde is ook op die notas. Dan gaan jy jou notas nodig hê om oefening 2 te doen. Ek hoop jy het allemaal reggekom met gistersin. Kom ons kyk. Kwadratische vergelykings. Wat sê kwadratische vergelykings vir ons? Dit sê vir ons, as ons vir x moet oplos, gaan ons hê 'n x kwadraat. Daar gaan 'n kwadraat wees. En dit beteken, daar gaan 2 antwoorde wees. As daar 'n kwadraat is, is daar 2 antwoorde. Okay, so hoe doen ons dit? Om die vergelyking op te los, maak ons die regterkant 0. So met ander woorde, ons skuif alles na die een kant van die vergelyking toe, sodat aan die ander kant 0 is. Dan faktoriseer ons die linkerkant en dan stel ons elke hakkie gelyk aan 0. So dis die een hakkie gelyk aan 0 of die ander hakkie gelyk aan 0. So dis hoe ons dit gaan doen. Kom ons kyk na die voorbeelde. Los op vir x. X kwadraat minus 2x minus 8 is gelyk aan 0. Die eerste ding wat ek sien is, hierdie is 'n kwadratiese vergelyking. Onthou, ek moet elke keer die vergelyking kan identifiseer. Ek sien dis kwadraties, so nou weet ek, ek moet alles na die een kant toe bring, sodat daar 0 aan die ander kant is. Aha, dit is klaar vir ons gedoen, so ons hoef nie dit te doen nie. Die volgende stap is, faktoriseer. Nou, as ek hierdie ding wil faktoriseer, dis 'n kwadratiese 3 term. So, ek gaan 2 hakies hê, een met 'n plus en een met 'n minus in. En die twee faktore van 8, wat ek kan aftrek om 2 te kry, is 4 en 2. So dit gaan wees x minus 4, x plus 2 is gelyk aan 0. Hierso ouwens moet jy jou faktorisering baie goed ken. Ons is klaar met faktorisering, nou gebruik ons faktorisering om vergelykings op te los. So jy moet dit baie goed ken. As jy nog sukkel met faktorisering, moet jy dringend oefen. As jy nog oefeninge benodig vir faktorisering, gaan kyk vir hersieningsoefeninge in jou handboek of laat weet jou onderwyser. So nou het ek 2 hakkies gelyk aan 0. Stel die faktore gelyk aan 0. So ons maak elke hakkie gelyk aan 0. So ek gaan hê x minus 4 is gelyk aan 0 of x plus 2 is gelyk aan 0. Okay, nou moet ek vir x oplos in elke geval. Aan die linkerkant het ek x is gelyk aan 4, want die minus 4 gaan oor, hy word plus 4, en aan die ander kant x is gelyk aan minus 2. So my 2 antwoorde is, x is gelyk aan 4 of x is gelyk aan minus 2. Volgende, vir nummer B, het ons 2x minus 1 en x plus 2 is gelyk aan minus 2. So die eerste ding wat ons wil doen is, ons wil alles oorbring na die linkerkant toe, maar om dit te doen, moet ek haai hakkies gaan uitmaal. Met ander woorde, ek moet Ebba. Ebba sê, vat die eerste een, maal om met al 2, vat die tweede ene, maal om met al 2. So kom ons doen dit. Dan kry ons 2x kwadraat plus 3x minus 2 is gelyk aan minus 2. Ok. Nou, wil ek alles aan die linkerkant kry, so dat daar 0 aan die rechterkant is. So hierdie minus 2 moet oor gaan aan die kant toe, en hy word dan plus 2. So al wat oorblij is 2x kwadraat plus 3x is gelyk aan 0. Nou moet ons die linkerkant faktoriseer. So, ons sê, ons haal 'n x uit, dan is dit 2x plus 3 wat oorblij is gelyk aan 0. Nou het ons 2 goed gelyk aan 0, dan stel ons elkeen apart gelyk aan 0. Onthou, daai x is nou nie in hakies, en ons sê altyd, jy moet die hakies elkeen gelyk stel aan 0, maar ons kan daai x in hakies sit. So dan sê die x gelyk aan 0, of die ander hakie, 2x plus 3 gelyk aan 0. Dan moet ek die 3 oorvat, dan word hy minus 3, en deel deur 2 om vir x alleen te kry, minus 3 op 2. So dit is dan my 2 antwoorde vir daai een. X gelyk aan 0 of x is gelyk aan minus 3 op 2. Okay. Nou, in jou notas is daar nie hierdie voorbeelde nie, maar ek wil graag hierdie voorbeeld, die volgende voorbeelde doen. Okay. Die vraag is, los die vergelykings op. Okay.
Okay, A. X kwadraat is gelijk aan 16. Okay, ons moet eerst alles naar, ons sien als een kwadraat, so ek moet eerst alles naar die linkerkant toe bring. So dit gaan wees, x kwadraat minus 16 is gelijk aan 0. Dan moet altijd 0 aan die rechterkant wees. Dan factoriseer ek. Daar is een verschil tussen twee kwadraten, so dit word x plus 4, x minus 4 is gelijk aan 0. Dan stel ek elke haakje apart gelijk aan 0. X plus 4 gelijk aan 0, of x minus 4 gelijk aan 0. Oké, so dan is x gelijk aan minus 4, of x is gelijk aan 4. Dat is partij van ons wat hierdie stap wil uitloos, en dit is alright. Als je dadelijk kan sê x is gelijk aan 4, of x is gelijk aan minus 4, dan bij nummer B, 12x kwadraat is gelijk aan 3x. Oké, hierdie, as jy hierdie antwoorde wil hê op 'n PDF formaat, dan kan je dit kry by die document wat sê graad 10 memo and explanation. Oké, so kom ons kyk, daar is weer een kwadratiese vergelijking, so ek moet alles naar die linkerkant toe bring. 12x kwadraat minus 3x is gelijk aan 0. Nou moet ek factoriseer. Dan haal ek 3x uit, en ek kry 4x minus 1 is gelijk aan 0. Nou stel ek elke apart gelijk aan 0, onthou hierdie 3x is net sowel in hakies, so ek stel elke hakje apart gelijk aan 0. 3x is gelijk aan 0, of 4x minus 1 is gelijk aan 0. Dan, as ek gaan deel dier 3, dan sit 0 gedeel dier 3, bly net 0, en 4x is gelijk aan 1, so x is gelijk aan 1/4. Want ek deel met die 4 aan die andere kant. Dis sy twee antwoorde. Nummer C, 3x kwadraat minus 9x is gelijk aan minus 6. Kijk, ek moet eerst alles naar die linkerkant toe bring. 3x kwadraat minus 9x plus 6 is gelijk aan 0. Haal ek 3 uit, dan kry ek x kwadraat minus 3x plus 2 is gelijk aan 0. Nou gaan ek ontsla raak van die 3 vooraan. Hoe doen ek dit? Hy is nou gemaal, so ek deel hom aan die ander kant. 0 gedeel deur 3 bly net 0. So met ander woorde, as ek 'n konstante uitgehaal het, en ek deel hom weg, dan verdwyn hy. So al wat ek nou moet doen is, ek moet hierdie haakie gaan factoriseer. So dit word haakie x minus 2 en x minus 1 is gelijk aan 0. Dan stel ek elke haakie apart gelijk aan 0. X minus 2 is gelijk aan 0, of x minus 1 is gelijk aan 0. So x is gelijk aan 2, of x is gelijk aan 1. Ek hoop jy sien die patroon, dat het oor en oor en oor amper dieselfde is. Kijk, kom eens kyk na nummer D. Dit is 6x minus 9 is gelijk aan 9, ach, 6x minus 9 minus x kwadraat is gelijk aan 0, dat is klaar 0 aan die rechterkant. Kijk, nou wil ek hê, jy moet kyk na die volgorde van hierdie, hierdie terme. Ek sal graag wil hê dat die x kwadraat eerste moet staan. So nou verander ek die volgorde en ek maak het seker ek vat die tekens saam. So dit word minus x kwadraat plus 6x minus 9 is gelijk aan 0. So met ander woorde wat ek doen is, ek sorg dat dit eers x kwadraat is, dan x, dan 'n konstante. Dis die volgorde wat ek van hou om in te factoriseer. Nou hou ek nie van hierdie minus vooraan nie. Ek gaan hom wegvat. So hoe doen ek dit? Ek deel dwars deur met 'n minus of 'n minus 1. So dit word x kwadraat en dan positief 6x word negatief 6x en negatief 9 word positief 9 en aan die ander kant bly net 0, want 0 gedeel deur enige iets bly net 0. Nou gaan ek dit factoriseer. Twee hakies en dit gaan wees x minus 3, x minus 3. So dan stel ek jakies apart gelijk aan 0. So dan is x 3 of 3. Of eintlik is hulle net 3. Nee, was eintlik net 1 antwoord vir daai een. Ok, dan laaste voorbeeld, e. 2x min 1, x plus 2 is gelijk aan 25. Ok, eerste moet ek dit uitmaal. So ek kry 2x kwadraat plus 4x minus x minus 2 is gelijk aan 25. Dan bring ek die 25 oor, so dat 0 aan die rechterkant is.
dan word dit 2x kwadraat plus 3x minus 27 is gelijk aan 0. Nou wil ik hierdie gaan factoriseer. Hierdie is een bietjie moeiliker kwadratische drie term, so ek moet dit met die kruisie methode gaan factoriseer. Ek gaan twee haakjes sê, daai tekens sê vir my, die tekens gaan verskil, so daar gaan een haakje wees met een minus en een haakje met een plus. Nou moet ek die faktore gaan neerskryf van 2. 2 se faktore is 2 maal 1. Dan moet ek faktore gaan kry van 27. 27 se faktore wat ek gaan kies is 9 maal 3. Ok, ek het nou al klaar die regte faktore, jy kan elke paar keer probeer voordat jy die regte faktore kry. 1 maal 9, maal ek so kruis oor, 1 maal 9 is 9, 2 maal 3 is 6. Dan vraag ek vir myself, kyk mooi hoe ek vir myself vraag, kan ek 9 en 6 van mekaar aftrek om 3 te kry? Dis hoe ek het lees. Kyk mooi, ek gaan weer dit sê. Kan ek 9 en 6 van mekaar aftrek om 3 te kry? Ja, ek kan. So, hier is wat ek doen. Dit gaan my twee haakjes wees. Die grootste ene kry die middeltermse teken. So die grootste een kry 'n plus. Die grootste een was 9, so die boonste haakie kry 'n plus en die onderste een kry 'n minus. So my twee haakies gaan wees 2x plus 9 en 1x minus 3. Dis my twee haakies. Dan stel ek elke haakie apart gelijk aan 0. En ek kry x is gelijk aan 3 of 2x is gelijk aan negatief 9, x is gelijk aan negatief 9 op 2. Ok, dis dan al die voorbeelde. Nou moet jy asseblief pause druk en oefening 2 gaan doen. Jy gaan doen nou oefening 2 en as jy klaar is daarmee, as jy klaar is met oefening 2, dan kan jy weer play druk en die oefening saam met my merk. Ok, oefening 2 op bladsy 49 in jou handboek, of jy kon die vraag gekry het in die notas, die vraag is uit die handboek gescan in die notas. Ok, oefening 2, is in nummer A2. Is x plus 4 in haakies en x minus 8 in haakies gelijk aan 0. Ons is baie gelukkig, want hulle het dit eintlik klaar vir ons gefaktoriseer, en daar's 0 aan die rechterkant. So al wat ek hoef te gaan doen is, ek moet elke haakje apart gelijkstel aan 0. X plus 4 gelijk aan 0, of x minus 8 gelijk aan 0. So dis x gelijk aan minus 4, of x gelijk aan 8. Dan nummer 3. X en in haakjes, x plus 3 is gelijk aan 0. Ok, weer eens, hy is klaar lekker gefaktoriseer, so ek kan dadelijk skip na die stap toe waar ek hulle elkeen apart gelijkstel aan 0. Ek imagine, daar is een haakje om die x, so ek stel nou elke haakje apart gelijk aan 0. X is gelijk aan 0, of x plus 3 is gelijk aan 0. So x is minus 3. Nummer 6. 3x en in haakjes 2x plus 5 is gelijk aan 0. Ok, weer eens, lekker klaar gefaktoriseer, ek imagine daar is een haakje om die 3x, stel elke haakje apart gelijk aan 0, 3x is gelijk aan 0, of 2x plus 5 is gelijk aan 0, dan werk ek uit. Ek deel aan die linkerkant met die 3, dan kry ek x is gelijk aan 0, want 0 gedeel hier enig iets bly 0. Om vir x alleen te kry aan die ander kant, gaan ek die 5 oorvat, dan word hy minus 5, en deel met 2, so dis minus 5 op 2. Nummer B, B4, is x kwadraat is gelijk aan 9x. Ok, eerst wat ek moet doen is, ek moet alles oorbring na die linkerkant toe. So, dis x kwadraat minus 9x is gelijk aan 0. Dan is dit, haal ek een x uit, dan sit x minus 9 is gelijk aan 0. Nou het ek twee haakies, daar ek imagine, daar is een haakie om die eerste een. Twee haakjes stel elkeen apart gelijk aan 0. X is gelijk aan 0, of x minus 9 is gelijk aan 0. So x is gelijk aan 9.
Right, nummer 13. Negatief 2x kwadraat minus 14x plus 16 is gelijk aan 0. Eerst haal ik een minus 2 uit. Oké, ek sien klaar, hy is lekker klaar, 0 aan die rechterkant, so ek kan dadelijk begin factoriseer. Ek haal een minus 2 uit, dan bly daar oor in hakies. X kwadraat minus 7x plus 8 is gelijk aan 0. Om daar minus 2 weg te krijgen, gaan deel ek met hom. Aan die andere kant, 0 gedeeld door minus 2 bly 0. So eindelijk verdwijn hy. Nou gaan ek hierdie hakie gaan factoriseer. 2 hakies, x minus 8, x minus 1 is gelijk aan 0. So dis x minus 8 gelijk aan 0, elke hakie apart gelijk aan 0, of x minus 1 gelijk aan 0, so x is 8 of x is 1. Dis die twee antwoorde vir hom. Goed, nog 3 nommers. Nommer B 16 is 6 en in hakies 1 minus x kwadraat is gelijk aan 5x. Ok, so wat ek nou gaan doen is, ek gaan eerst hierdie 6 inmaal en ek gaan die 5 oorvat ander kant toe. Die 5x. Ok, so eerst maal ek in. 6 maal 1 is 6. 6 maal minus x kwadraat is minus 6x kwadraat. En ek vat die 5x oor, dan word hy negatief 5x aan die ander kant. Is gelijk aan 0. Nou, hierin is een van die waar die volgorde nie vir my lekker is nie. So, ek verander die volgorde, laat die x kwadraat eerst staan, dan die x, dan die constante. So, dit gaan wees negatief 6x kwadraat minus 5x plus 6 is gelijk aan 0. Oeh, nou hou ek weer nie van hierdie minus wat vooraan staan. Ek hou nie van hom nie, so ek gaan dwars weer gaan deel met 'n minus. So dit word 6x kwadraat plus 5x minus 6 is gelijk aan 0. Nou hierdie moet ek nou gaan factoriseer. 2 hakies. Hy factoriseer as 3x minus 2 en 2x plus 3 is gelijk aan 0. Nou stel ek elke hakie apart gelijk aan 0. 3x minus 2 is gelijk aan 0, of 2x plus 3 is gelijk aan 0. Ok, ek gaan vir die minus 2 oorvat, dan word het positief 2, oh, daar is een foutkie, hy moet wees positief 2, en dan deel ek met die 3 aan die ander kant, en ek kry x is 2 op 3. Dan, vat ek die 3 oor en hy word minus 3 aan die ander kant en ek deel met die 2, so dit word minus 3 op 2. So dit is my 2 antwoorde, x is 2 op 3 of x is minus 3 op 2. Nummer 22, 5 en in hakies x minus 1 kwadraat is gelijk aan 45. Ok, eerste ding wat ek wil doen is, ek wil hierdie 5 gaan wegdeel. So ek deel hom aan die ander kant, dan bly daar net oor x minus 1 kwadraat aan die linkerkant minus is gelijk aan 9. Ok. Nou daar is 2 maniere om hierdie te doen. So jy kan dit op 'n ander manier ook gedoen het deur alles na die linkerkant toe te bring, maar wat ek gaan doen is, ek gaan sê ek wil hierdie kwadraat wegkry deur aan die ander kant 'n vierkantswortel te kry. Maar nou moet ons onthou, as ons 'n vierkantswortel kry, is dit altyd die positief of negatief van die vierkantswortel. So dit gaan wees, x minus 1 is gelijk aan, plus minus die vierkantswortel van 9. Onthou daai plus minus. Wat is die vierkantswortel van 9 nou weer? Dit is 3. So dit gaan wees, x minus 1 is gelijk aan, plus of minus 3. Nou gaan ek weer 2 goed hê. Ek gaan hê, of x minus 1 is gelijk aan positief 3, of x minus 1 is gelijk aan negatief 3. Ok, so ek stel dit gelijk aan positief 3 of negatief 3. So ek, die minus 1 gaan oor, dan word dit x is gelijk aan 4, of x is gelijk aan minus 2. Dis die twee antwoorde. Nummer 24, die laaste ene. Negatief x kwadraat plus 9 is gelijk aan 0. Ek deel dwars deur 'n minus om die minus voor die x kwadraat weg te kry. So dit word x kwadraat minus 9 is gelijk aan 0. So x minus 3x plus 3, want dit is 'n verskil tussen twee kwadrate.
Stel elke hakkie apart gelijk aan 0. So x is 3 of x is minus 3. En dis aan dit vir vandag, laat weet jou onderwijzer per e-pos as jy enige vrae het.